Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Ondernemer van de Week. Vandaag zijn we bij Rial. Voor velen misschien een onbekend bedrijf, maar we gaan een kijkje nemen aan de binnenkant. Gaan jullie mee? Ronald. Goedemorgen. Hey Robin, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Wij willen jou feliciteren als de ondernemer van de week. Dankjewel. Deze week. Gedaan. Ik vind het leuk dat je er bent. Ik zal je ons bedrijf laten zien. Wij maken ski- en snowboardkleding. En ik hoop dat het interessant is voor jullie. Ik ben heel benieuwd. Oké, kom maar mee. Wauw Ronald, wat een prachtig industrieel bedrijf. Ja, mooi dat je het leuk vindt. We komen nu in de ontwerpafdeling en de samples room. Design zit daar, onze Rural Showroom zit erachter. Maar we lopen even een rondje. Oh, met een grote vriend. Zien. En onze hondshoofd. Ja, super. Laten we kijken. Ja. Zoals je ziet, komen een en ander spullen binnen. Dus er wordt gewerkt. Ja. Oké, dan lopen we nu even naar onze showroom van Rural. Waar de nieuwe collectie, of de collectie hangt die dit jaar de winkels in gaat. Op tafel liggen als schetsen van de collectie voor volgende winter, waar we mee bezig zijn. Ik zal je wat dingen laten zien. Ja, super. Ik ben benieuwd. Herenjassen, broeken in diverse kleuren en maten en modellen natuurlijk. We beginnen met een skibroek. Ventilatie aan de binnenkant, zak aan de zijkant. Sneeuwvanger onderin, bretels, dat hij niet afzakt. En alles wat je nodig hebt. Overal zijn natuurlijk wel weer bijpassende jassen bij te krijgen. Ook weer met een capuchon verstelbaar, ventilatie onder de armen, ja, rits voor open en dicht natuurlijk, alles wat je nodig hebt. En zo heb je gewoon een leuk setje. Ik vind het een heel sportief design wat jullie hebben. Ja, we zitten in een relatief sportieve markt natuurlijk, ja. Skiën en snowboarden, dus dan moeten we wel iets doen wat erbij hoort. Ja, heel tof. En je hebt ook dameskleding. Dameskleding hebben we ook. Dan lopen we even naar deze kant. Je ziet het al in de kleuren, die zijn iets anders dan bij de heren. Het is wat feller, wat frisser. En ook qua design natuurlijk een beetje anders. Dit is voor ons een leuk kort sportief jasje. En anders ook wel als je zegt, ik heb het toch wat technischer nodig. Dit is wat cleaner. Ja. Waterdichte ritsen, ook een ventilatie onder de armen. Verstelbare capuchons op alle manieren. En dit ziet er dan wat cleaner uit qua look. Ja, heel tof. Het is net hoe je het wil. Je maakt er een plaatje van. Dat is de bedoeling, dat proberen we. Hey, ik ben toch benieuwd hoe die collectie dan tot stand komt. Nou, dat komt tot stand middels het designteam wat ook aan de andere kant zit. Zelf doe ik er ook veel mee. Dat vind ik altijd het allerleukste wat er is, collecties tekenen. Maar hoe komt het tot stand? Ja, je kijkt veel om je heen. Je hebt ervaring met de dingen die je doet. En je probeert ieder jaar toch weer iets nieuws te maken middels kleuren. En net iets andere modelletjes te maken dan het jaar daarvoor. Gebaseerd ook op modetrends die wat langskomen. En ja, daar ben je gewoon altijd mee bezig eigenlijk. Het wordt ook in kinderkleding vertaald, dus we zitten eigenlijk in de leeftijd van 8 jaar tot zo oud als je wil. Ja, heel erg leuk. De hele hier zijn we bijvoorbeeld bezig met nieuwe collecties alweer, daarom liggen hier nu ook vrij veel stofjes en kleurstaaltjes en toestanden. Hier zijn schetsen voor winter 24. Ronald, ik ben ook even benieuwd naar jouzelf. Ja. Dit bedrijf is van jou. Ja, klopt. Vertel eens. Ja, ik ben eigenlijk 40 jaar geleden denk ik al, ik ben al redelijk op leeftijd, begonnen met het maken van surfboards, windsurfboards, airbrushen. Daarbij kwam een ontwerp voor een logo voor het merk van die surfboards. Daar kwam een keer een t-shirt printje bij, daar kwam een dingetje bij van links en rechts. Zo ben ik eigenlijk in het ontwerpen en tekenen gerold van allerlei zaken. Eigenlijk heel klein begonnen? Ja, gewoon heel klein begonnen. Ja. Het was puur uit hobby. Hobby was windsurfen, hobby werd ook snowboarden op een gegeven moment. En van daaruit met het ontwerpen en maken van windsurfboards, het ontwerpen van graphics voor t-shirts, voor anderen als freelancer, ben ik eigenlijk in het maken van kleding gerold. Ja. Vanaf 1999 zijn we begonnen met het eigen merk Rihol. Eerste uitlevering was winter 20, dus we zijn nu 23, 24 jaar bezig met het hele verhaal. Geboren getogen in Herten, waar we nu ook zitten. Ja. Wel veel rondgereisd met het skiën en windsurf gebeuren. Dat was erg leuk.
En dat is, ja, inderdaad wat je zegt, vanuit hobby geboren tot waar we nu staan. Ja. En hoe groot is een bedrijf nou, Rial? Ja, wat heet groot? Ik vind het nog steeds een klein familiebedrijf. We werken met 7 man. We hebben sales bijna alles extern geregeld via handelsagenten. Okay. En de diverse importeurs en landen. Dus qua organisatie zijn we relatief klein. Qua merk zijn we redelijk bekend geworden. In Europa in ieder geval. Ja, Ronald, je bent terug in Herten, hè, met je bedrijf. Maar het pand van het bedrijf, het is prachtig. Maar hoe is dat hier tot stand gekomen? We waren op zoek naar wat uitbreiding. We zaten eerst in een kantoor achter ons huis in Maasbracht. Logistiek allemaal uitbesteed. En op een gegeven moment zaten we op het punt van, ja, we willen toch alles bij elkaar hebben. Niet op diverse locaties alles doen. Het werd thuis ook een beetje te klein. Ja. Vandaar dat we dachten, we gaan wat anders doen. Het deed zich voor dat deze locatie hier vrij was, relatief dicht bij waar we wonen. Super verbinding met de A73, ook snel op de A2 zit. Dus naar het zuiden, naar Duitsland, naar het noorden, Nederland. Perfecte locatie. Qua ontwerp wilde ik altijd iets industrieels hebben. Daar hou ik gewoon van. En ik heb dat zelf dan ook grotendeels opgeschetst. Tot bijna in detail wel. En dan uitgevoerd met onze aannemer Derksbouw. En dat is gewoon super verlopen allemaal. Dus ik ben hartstikke blij met de locatie waar we nu zitten. Ja, het ziet er ook prachtig uit. Ja, en je hebt er een fijne bar bij. Ja, de bar vinden wij eigenlijk wel heel belangrijk in het verhaal. Wij houden wel van een beetje gezelligheid. Er moet natuurlijk hard gewerkt worden, maar op de vrijdagmiddag is het ook wel eens leuk om met de mensen even na het werk een beetje te borrelen en te praten over hoe het is gegaan. Absoluut. Ja. Ronald, het is een prachtig open ruimte. Daar heb ik bewust voor gekozen, omdat ik niet hou van in hokjes opgesloten te zitten. We zitten hier met z'n zessen dus te tekenen aan de nieuwe collecties. Ik zit zelf hier, Sander daar, Tigo daar en Dana daarachter. Je hebt gewoon korte lijntjes. Je kan gelijk, als je iets moet, even elkaar verroepen, even overleg. En ik hou er wel van, dus ja, dat je die openheid hebt, niet opgesloten te zitten in een klein hokje. Ja. Design gebeurt hier, productiebegeleiding gebeurt ook hier. Beneden hebben we nog andere dingen, kan ik je laten zien. Daar zit het marketingverhaal en ook de boekhouding. Kom maar even mee. Ja, Robin, laat ik even zien waar marketing zit en waar boekhouding en logistiek zitten. Mooi. Hier zit de jongen van de marketing. Hij is vandaag alleen, er zitten nog maar een paar mensen bij, maar het doet niet uit. Hier zit logistiek. Okay. Die regelt het magazijn. Magazijn kan ik je dadelijk ook nog even kort laten zien. En hier zit onze boekhouding. Dan kunnen we misschien even goeiedag zeggen. Ja? Prima. Hallo dames van de boekhouding. Hier komt het team. Goeiedag. Robin. Dus hebben ze het hele bedrijf gezien. Ja, prachtige ruimtes ook in. Dank je wel. Hetzelfde stijl als... overal doorgevoerd. Ja. Ja, prachtig. Ja, en die foto's die, van de producten die jullie maken? Laat ik ook even zien. Moeten we die kant op naar de fotostudio? Op die kant op. Oké, Robin, dan zijn we nu in de fotostudio. Wow. Hier kunnen we de productfotografie realiseren van alles wat we binnenkrijgen. Ja. Dana, onze fotograaf op dit moment. Ik zie kijken, Tigo het model. En hier zijn ze dan bezig met het maken van productfoto's. We draaien rondjes dat je product van alle kanten kan zien. Naar de hand wordt het misschien ook vrijgesteld. Dat hangt er vanaf waar we het voor nodig hebben. Ja. Oké, dan hebben we de fotostudio gehad. Dan laat ik je even het magazijn nog zien. Dan heb je het hele bedrijf van binnen en van buiten gezien. Ja, daar gaan we naartoe. Oké. Nou, dit is dan het magazijn. Hier komen de goederen binnen en hier gaan ze ook weer eruit. Er worden dozen uitgepakt, ingepakt, doorgestuurd per klant. Een bulk komt het binnen, per klant wordt het uitgeleverd. We hebben hier 2000 vierkante meter en we hebben er 2 etages in gezet, zodat we een effectieve ruimte van 6000 vierkante meter hebben. Okay. Wat een ruimte, Ronald. Ja, we hebben het nodig om de spullen weg te krijgen, dus. Maar dit logistieke proces deed je voorheen vanuit je achtertuin? Nee, zo is het ook wel niet. Okay. Wij deden het ontwerpen en het tekenen van de spullen vanuit onze achtertuin, zeg maar. Okay. Productie in China. En de logistiek werd via een derde partij geregeld op andere locaties. Dus een ander magazijn. En we wilden alles graag bij elkaar op één plaats hebben. En dat hebben we nu gerealiseerd met als dit project. Heel mooi. Ronald, heel erg bedankt voor het inkijkje in het prachtige bedrijf hier. Graag gedaan. Ja, Rial in Herten. En nu heb ik wel geluk dat het vrijdagmiddag is. Dat komt goed uit. Het is misschien nog niet helemaal 5 uur, maar ik zeg, laten we er toch maar eentje nemen. Super. Ronald. Proost. Proost. Bedankt voor jullie komst en misschien tot een andere keer. Absoluut. Dit was Rial, de nieuwe ondernemer van de week.
Het is een fantastisch bedrijf, prachtig van binnen. En ik ben toch wel benieuwd of jullie nog andere ondernemers hebben die wij kunnen gaan bekijken. Laat het ons weten. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.